Dries Siddiqui, 2-0 tegen FC Den Bosch. Daar nog twee finales te gaan. Ja, zeker. Nog twee finales te gaan. Twee belangrijke, hele belangrijke wedstrijden die we moeten winnen. Daar gaan we voor. Ja, hoe was het vandaag? Was het makkelijk of was het toch iets moeilijker zoals het er eigenlijk uitzag? Ja, ik denk dat wij het onszelf moeilijk maken. Ik denk dat wij, als wij gewoon de kansen afmaken, dat het een hele andere wedstrijd wordt. Maar wij maken onze kansen niet af en dan maken we het voor onszelf moeilijk. En dan ga je gelukkig nog met de 2-0, 2-0 vandoor. Dan is de opluchting daar en dan hoef je de wedstrijd alleen uit te spelen. Ja, Den Bosch heeft eigenlijk één kans gehad over de hele wedstrijd gezien. Ja, ik denk dat wij dat wel goed hebben gedaan. Ze hebben niet veel kansen gehad. We hebben niks, bijna niks weggegeven. Maar we moeten altijd blijven opletten. En dat kan altijd zomaar aan gokken. Maar als je 1-0 voorzet, dan moet je altijd gewoon verdedigen dat er geen 1-1 komt. Dat hebben we goed gedaan en dan maken we de 2-0. Dus dat is heel belangrijk. Ja, je mocht heel snel invallen vandaag, omdat Jorrit die viel geblesseerd uit. Ja, dan kan je wel minuten maken. Ja, ik wil zo eigenlijk geen minuten maken. Het is rot voor Jorrit. We zijn goede vrienden. We zijn altijd voor elkaar op het veld en buiten het veld ook. En ik wil hem sowieso een hart onder de riem steken en sterkte voor de jongen. En ik ben er altijd bij natuurlijk. Maar... Dan ziet het er serieus uit dan? Ja, ik weet niet precies wat hij heeft, maar als iemand geblesseerd uitvalt en een brace moet dragen, dan is er altijd wel iets aan de hand. Ja, volgende week spelen we tegen Jong Utrecht. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan? Ja, ik heb geen verwachtingen. Het is gewoon weer een wedstrijd die we 100% moeten geven. Vanaf het begin gewoon denken dat we 1-0 achter staan en gewoon alles gaan geven. En snel voorkomen en dan gewoon de wedstrijd uitspelen. Ja, 912 kaarten al verkocht voor richting Utrecht. Daar zullen er zeker nog wel een aantal bij komen. Nou, weer een uitverkocht uitvak. Ja, dit is gewoon top voor ons. Het is net een thuiswedstrijd dan. We hebben onze spots hard nodig. Ze zijn heel belangrijk voor ons geweest dit seizoen. En ze helpen ons met elke uitwedstrijd aan de thuiswedstrijd. Dus dat is heel mooi. Ja goed, en dan aanstaande maandag is de inhaalwedstrijd Jong Ajax tegen NEC. Gaan we dat met z'n allen kijken? Ja, als het goed is gaan we dat met z'n allen kijken. En we hopen dat Ajax wint natuurlijk. En we gaan met z'n allen kijken. Het is spannend, zeker spannend. Maar het zij zo. Het is jammer dat de wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld, maar we kunnen er niks aan doen. Ja, vind je het nou jammer? Wat is jouw mening erover dat die opnieuw gespeeld moet worden? Ja, het was goed. Ajax had gewonnen en NEC stond onder ons. Dus nu wordt het opnieuw gewonnen. Dus, NEC kan zo winnen en dan is het weer anders. En dan hebben we niet alles zelf weer in onze hand. We willen het liever in onze eigen hand hebben. Dus ik ben benieuwd de wedstrijd. Ja, de tribunes zijn weer aardig volgelopen. Jullie hebben het publiek wel weer in het stadion gekregen. Ja, dat is mooi. Ik vind het heel mooi. Ik speel nu al een tijdje over toen aan. Het eerste jaar dat er echt veel sports komen en dat is belangrijk. En voor vandaag vooral was het bomvol. En dan is het gewoon zo lekker om te spelen. Je hebt gewoon een 12e man en dan speel je met 12 tegen 11. Dus dat is mooi. Ja, super. Dankjewel voor het interview. Succes de komende twee wedstrijden en hopelijk met een schaal. Dankjewel, ik hoop het ook. Zeker.